Donkere wolken verzamelen zich boven het moestuinencomplex. Ook eind april doet wat hij wil. Het is koud, fris en het regent. Niet echt weer voor op de tuin. En alles wat hier achter glas groeit, dat kan je niet in de tuin zetten nog, hè? Nee, want er is nog nachtvorst, hè? Ja, er is nog nachtvorst. Dus heb ik wat bedacht om binnen te gaan doen. Ik maak een timelapse met in de hoofdrol Oost-Indische kers. En ik ga op bezoek bij goede vriend Jos. En Jos is onlangs verhuisd naar Kanaleneiland Utrecht, woont hij op 10 hoog en daar heeft hij een balkon. Daar wil hij eigenlijk een moestuin gaan beginnen. Dat kan natuurlijk, hij weet alleen niet zo goed hoe. Dus ik ga hem de komende tijd helpen. Eerst maar eens kijken wat de beginsituatie is. Jeetje Jos. Welkom in Kanaleneiland. Dat is even midden in de stad. Ja, zeg dat wel. En dit is het enige kleine stukje buiten wat wij hebben. Nou ja, dit is zeg 1,5 meter. En dit is 1, 2, 3, 4, zeg 4, ruim 4 meter. Ja, Jos, wat zijn je plannen op dit kleine stukje goud? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb hier twee hele mooie betonnen wanden. Ja, ontzettend lelijke dingen. Misschien zou je daar wat tegenop kunnen laten groeien. Nou ja, er is hier dus heel veel zon. We hebben een balkon bijna op het zuiden staan. Dus er kan heel veel, maar ik heb echt geen idee, Martijn. Nou, ik zou hier natuurlijk voor geen goud willen wonen. Maar Jos die moet zijn huis nog inrichten, want hij is net verhuisd. Dus ik ga hem niet gelijk lastigvallen met zijn moestuin op zijn balkon. Maar vanaf volgende week stuurt of Jos filmpjes, of ik ga langs om te kijken hoe hier op die paar vierkante meter op 10 hoog een moestuin ontstaat. Lekker, zo'n blaadje Oost-Indische kers. Smaakt naar radijs. Hopelijk kan ik volgende week weer echt de moestuin in. Tot dan!